Welkom bij alweer een nieuw filmpje over de Sudoku. We zijn al een heel eind opgeschoten. We hebben namelijk op dit moment, denk ik, een Sudoku-klasse die in staat is de spelregels te snappen van het maken van een Sudoku. En dus eigenlijk zou je niet meer mogen, behoudend het feit dat we iets over het hoofd gezien hebben of dat we nog eens een bugje hebben, zou je niet meer mogen een onhaaldige toestand voor een Sudoku krijgen. Een eerste stap in de richting van een oplossing zal ongetwijfeld zijn. Er zijn verschillende manieren om een Sudoku op te lossen. Mensen doen het typisch anders dan machines. Voor machines heb je een aantal voor de hand liggende. Een niet zo efficiënte, maar toch wel zeer eenvoudige manier is backtracking. Dat is, je probeert er maar op los. En als je ergens vastloopt, dan moet je terugkeren op je stappen. Maar dan heb je wel nieuwe informatie. Namelijk, op een bepaald moment kies je gewoon willekeurig op een bepaalde cel, ik ga hier 3 invullen, dat kan nog. Je doet verder met het oplossen van je puzzel en plotseling zie je dat die puzzel niet kan opgelost worden. Dan keer je helemaal terug en zeg je, eigenlijk kan die 3 niet meer en kan ik hem schrappen in die cel. Maar goed, dat is wat vooruitloop dat we nu doen. Een stap in de richting om de solver te gaan schrijven is dat we zeer makkelijk ook Sudoku's kunnen klonen. Waarom? Als we gaan proberen, dan is het nuttig. Dus ik gaf dat voorbeeld van, we gaan hier 3 proberen. Dan is het nuttig om dat op een kopie te doen van onze Sudoku en niet op onze originele Sudoku. Dan kunnen we eigenlijk makkelijk de kopie weggooien en de conclusie gaan toepassen op ons origineel. Daartoe gaan we een kopieconstructor maken. Hè. Ik ga een nieuwe branch creëren. Ik doe dat een beetje om herhaaldelijk het maken van branches en het mergen en zo te illustreren in de filmpjes. In werkelijkheid ga je waarschijnlijk meer in de richting gaan, als je met 4 werkt, van een master branch, die eigenlijk de productieversie is. Daar eventueel van afgesplitst versies, 1.2, 3.8 enzovoort. Dan een dev branch, waarop dat je eigenlijk gaat ontwikkelen. En daarnaast dan allemaal feature branches, waar eigenlijk de mogelijkheid ontstaat om verschillende features altijd te gaan mergen in 1 versie. En dus dat je heel makkelijk features aan of af kunt zetten. Create branch. Ik ga een nieuwe branch maken. Copy constructor. Ziezo. Even mijn bril erbij nemen. Dat moet een O zijn, dacht het al. Ik ga een checkout doen van de branch, want ik wil daarop werken. Ziezo. En we gaan aan de slag. Ik moet een copy constructor hebben. En die ziet er zo uit. Ik ga hem origin noemen. En wat gaan we doen? We gaan ik heb hier ook nog een foutje. We gaan heel de Sudoku gaan kopiëren. Ik kan hier stukken gebruiken van de Java-bibliotheken om zaken te kopiëren. Maar ik ga dat nu niet doen. Ik ga eventjes nog voor jullie het gruntwork doen. Hè. Dus wat moeten we doen? We hebben een nieuwe Sudoku nodig. We gaan die de kopie noemen. Dus this. En ik ga wat doen. This gaan oproepen met mijn origin. Punt. Blok. Height. Kom maar. This. Origin.blockwidth. Ziezo. Dus ik ga wat doen. Ik ga eindelijk deze constructor daarop. Die dus eigenlijk al die dingen al doet voor mij. En dan moet ik eigenlijk gewoon alle cellen gaan overkopiëren. Oké. Ik zou dat kunnen doen met een arrays. Copy of. Maar ik heb er zelfs op dit moment geen enkele idee van. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd als je hier meerdimensionale arrays mee kunt kopiëren. Goed, anyway, we gaan het old school doen.
of brute force, allee, of zelf coderen. Dus we hebben de rijen nodig van 0 tot 0 punt. Kan hier size nemen. Voilà. Ik heb hetzelfde nodig voor de kolommen. Columns. Ziezo. En dan moet ik wat doen in cells. Op plaats rij kolom moet ik origin.cells. Rij kolom gaan toepassen. Ziezo. Dat zou mijn Sudoku moeten zijn. We gaan eens een testje schrijven. Zo. Ik ga een Sudoku maken. Ik ga die origin nemen, waarom niet? Dat is een nieuw Sudoku. En ik ga hier een 3x2 nemen. Of een keer 2x3, waarom niet? Ziezo. En ik ga er wat dingen invullen. Set value. Ik ga op rij 4, kolom 5. Dus de 3 gaan invullen. Ik ga nog wat waarden erin zetten, namelijk op rij 1. Ik ga dat zo doen. Ga ik een 1 invullen. En op rij 6, kolom 6, ga ik een 6 invullen. Ziezo. Dan gaan we de execute doen van mijn test, namelijk maar een g-tipper achter die origin. Ik weet niet waarom. Goed zo. Ik heb een kopietje gemaakt. En nu zou eigenlijk moeten wat het geval zijn. Mijn verwachte waarde zou 1 moeten zijn voor de get value van copy op rij 1, 1. En ik wil dat ook zien voor die andere 3 cellen die ik heb ingevuld. Dus dat is hier 3. Dat is een zeer rudimentair testje. Je kunt dat gaan uitbreiden door bijvoorbeeld ook te gaan checken als 2, de methode te schrijven als, om te kijken als 2 sudoku's gelijk zijn bijvoorbeeld aan elkaar. Goed, ik ga zo ver nu niet gaan. Maar ik heb het al verschillende keren gezegd, testen groeien mee met je software. Hè. Dus testen mogen best complexer worden, of er mogen complexere testen opgestapeld worden, als je software ook meer abstractie begint te krijgen. Alle testen, ja, hij is nog bezig, ik dacht dat alle testen gepasseerd waren. Ziezo, alle 17 testen zijn gepasseerd. We hebben een copy constructor. Het is misschien ook tijd om die testen eens op te kuisen. Dat ga ik misschien doen in een volgende filmpje. Rest mij hier enkel nog op dit moment om een commit te doen. Gaan we doen.
en het Sudoku copy constructor with unit test. Zo. En dan een push. En dan zit de dag er weer op. Figuurlijk dan. Ziezo, dat is hem. Zo. En normaal zouden we het ook moeten zien hier nu. In ons overzicht. Hè. Ja. Dus die nieuwe is ontstaan hier, die nieuwe branch. Ziezo.